Een hele goede morgen. Inmiddels middag. Sorry, ik lieg. Jullie zagen net dat Jody zijn flesje kreeg en dat hij ging slapen. Ik heb net Liam zijn fles gegeven. En die ligt nu ook uit te buiken. Hé jongen, lig je uit te buiken? Zeg maar, ik heb een hele dikke buik ervan. Ja. Ja, een hele dikke buik. Maar goed, ik heb al van alles gedaan vanochtend. Met Jordi gespeeld en alles erop en eraan. Ondertussen ook Liam een beetje vermaakt. Doe ik nu ook. Hè? Jou vermaken, hè? Ja. Ja, ik ben er niet. Ik doe net alsof ik er niet ben. Maar goed, mijn haar moet eigenlijk ook naar de kapper. Maar ja, dat gaat nog niet. Misschien moet ik het maar lang laten groeien, hè? Dat wil papa zo graag, hè? Dat gaan we niet doen, denk ik. Zodra de kapper open is en ik kan naar de kapper, dan ga ik lekker naar de kapper. Hè? Ja. Ja. Ook al vindt papa dat mama met langere haren mooier is. Maar dat vindt mama vindt dat niet prettiger. Ben jij wakker? Ben jij wakker? Hallo daar. Boom. Hé, hey, knappe vent. Je hebt gepoept. Ja, ik ruik het. De geweldige aroma komt me tegemoet, jongen. Hallo? Gaan we dan naar beneden je broek doen? Wil mama even kleedje pakken voor jou? Dat je in ieder geval een mooi kleedje aan hebt, hè? Ja, dan lekker omkleden. Ja? Gaan we dat doen? Ik heb net met Jordi heb ik op het fietsje geoefend. En ik heb dat ding geoefend. En toen hadden we een huilende Liam. En toen wou hij niet meer. Ja, je bent een beetje chagrijnig, hè? Ja, een beetje chagrijnig, hè? Maar je doet het supergoed, toch? Dat was toch supergoed gegaan? Nou ja, hij is hartstikke chagrijnig. Vandaar dat ik ook minder gefilmd heb. Maar ja, jullie horen het. Ik ga ook niet verder nu met filmen, want is gewoon een afspraak tussen mij en Niels. Jullie even snel nog tussendoor. Liam is lekker aan het spelen. Kijk eens wie er thuis is. Oh, sorry. Ik krapte jou. Oh, ik voelde niet. Oh. In ieder geval, Niels is even Liam eten aan het geven. Hij heeft Jordi ook eten gegeven. Die zit nou lekker even uit te buiken. Hé, jongen? Ja. En ik ben heel eventjes gauw naar de Kruidvat en de Action geweest. En naar de bloemenwinkel. Want de peettante van Liam is jarig. Dus wat heb ik nou gehaald voor haar? Een bloemetje. En... die kan ze dan eventueel of binnen of buiten, net wat ze wil. Citronella kaars, zodat ze een keer buiten kan zitten, want daar zit ze nooit. En een foto van Liam, want hè, het is peettante. Maar ze heeft ook nog nooit een foto van Jordi gehad. Dus ze krijgt ook een foto van Jordi. En die ga ik allemaal in deze tas doen. Ja, de bloemen dan niet natuurlijk, want ja, dat past niet. En die gaan we dadelijk met z'n viertjes eventjes bij haar afgooien bij de voordeur. Zetten we bij de voordeur neer, bellen we aan en dan gaan we op 1,5 meter afstand netjes staan. En ja, dat gaan we dus doen. Maar eerst gaan Niels en ik heel eventjes eten dadelijk en dan gaan we erheen. Ja, je moet toch je cadeautje pakken. Nee, ik film daar zo dat jij je gezicht er niet op hebt, Sabine. Oké. Okay. Hoi. Yeah. Jij bent toch jarig? Ja, maar zou ik mee uitpakken? Oké, naar binnen. Hallo, buiten.
We mogen niet naar binnen. Nee, ik hoor dat we mogen niet naar binnen schelden. Het is allemaal op afstand. Net als van de week met Mark en Claudie die langskwam. Dat was ook op afstand, weet je nog? Allemaal op afstand dus ook. Weet je, dan te binnen. Ik heb de wereld. Dat is het van. Oh, nog meer foto's. Kijk, die kunnen bij de rest van de wand. Ja, ik, die vind je die leuk, de lijstjes? Ja, ze zijn leuk, pas mooi bij de rest. Oké, ik heb het gevoel gedaan. Kijk. En hou je die vent van jou ook op afstand? Nee, moet dat dan? Waar is hij dan? Werken. Je moet gewoon werken met mijn verjaardag. Ik kan maar gewoon werken, je kunt toch niks doen? Nee. Happy birthday. Hoe staat er? Kijk, die is lief. Ja, dat is zo'n... Zo'n ding om op je kleding te prikken. Ja, deze. Is een pakketje. Kijk. Ik denk die vindt Jamie vast wel leuk. Vast. Nou papa, ze vond het leuk hè? Ja, ze straalde helemaal dus. Ja. Krijg je als je beter ook van hier bent hè? Ja. Maar goed, wij gaan naar huis. Goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker. En gisteravond ben ik eigenlijk vergeten om nog af te sluiten. Ik heb echt een out of bed look. Gisteravond is alles eigenlijk gewoon lekker rustig verlopen. We zijn op tijd naar bed gegaan en ja, lekker geslapen. Om 3 uur is Liam nog wel wakker geworden. Die heeft Niels gedaan. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Hij heeft netjes zijn fles opgedronken. Dus ja, nu ga ik zo dadelijk Jordi wakker maken. Jullie zagen hem net al slapen. En daarna ga ik Liam wakker maken. Als het goed is, als hij niet uit zichzelf wakker wordt. En dan gaat de dag weer beginnen. Gisteravond is een vriendin van mij nog langs geweest. Op gepaste afstand natuurlijk. Die had nog een cadeautje voor Jordi toen van zijn verjaardag. We hebben eigenlijk gewoon zo druk allemaal gehad dat we daar gewoon niet aan toe zijn gekomen. En ze had ook nog een cadeautje voor Liam. Maar het cadeautje van Jordi... Die gaan we nu even uitpakken, want ik heb beloofd om een filmpje op te nemen aan Joanna. En daar hou ik mij aan. Dus bij deze. Ik had beloofd aan Joanna om een filmpje op te nemen en dat gaan we doen. We gaan het samen uitpakken, hè. We zijn net wakker allemaal, dus ja, let niet op Mandy's haar, hè. Kijk, uitpakken. Jawel, kijk dan. Kijk eens. Kijk eens. Moet je uitpakken. Jawel, moet je uitpakken. Kom eens met je handje. Moet je uitpakken. Wil je niet uitpakken? Is toch leuk? Is scheuren. Vastpakken. Goed zo. Vastpakken. Kom maar vastpakken. Kom maar vastpakken. Vastpakken. Ja, dat vind je niet fijn om dingen vastpakken. Wauw. Ik heb het al gezien, Jordi. Toevallig wilde ik deze al aanschaffen. Ik heb er al een paar keer bij gestaan. Want
Hij moet leren om dingetjes ergens in te plaatsen. Dus top cadeautje. En nou gaan we het cadeautje van Liam uitpakken. Het cadeautje van Liam uitpakken. Hier, pak hem maar uit. Pak hem maar. Hij wil hem niet uitpakken. Ah, wat is hij mooi. Zijn naam staat erop. Oh, wat leuk. Het is echt leuk. Oh, en oh, die is leuk. Die komt op zijn kamertje te staan, hoor. Ingepakt en wel. Ja. Ja. Leuk, hè? Namens Liam en Jordi, dankjewel. Ja, zeg je ook dankjewel, Jordi. Oké. Oké. Nou, ook namens Jordi, dankjewel, hè. Ik heb mij gefascineerd, voor zover je dat zo kan noemen. In ieder geval zodat ik in huis dingetjes kan doen. Liam ligt lekker te slapen. Mijn kolfapparaat ook nog. Die bewaar ik nog heel eventjes op die plek. Want als ik dan toch even moet kolven. Ik heb het nu een paar dagen niet gedaan. En ik moet zeggen, het is niet dat het slecht voelt of zo. Maar er komen nog druppels uit. Dus maar in ieder geval, dat is misschien too much information voor sommige mensen. Maar goed, het is zo. Jordi is lekker aan het spelen. En ik ga mijn huishouden verder doen. En daar een fruitje maken voor Jordi. Ik kreeg net een berichtje van die vriendin van mij, Debbie. En ze zei van, de naam van Jordi staat er ook op hoor. Dus die heb ik ook gelijk even uitgepakt. Super lief. Ik vind het echt, echt super lief dat ze dat gedaan heeft. Echt super lief. Deze komt sowieso op Jordi's kamer te staan. Want hier gaat hij lekker boven mee leren spelen. Want dan kan ik ook boven nog wel eens wat dingetjes doen. En dan heeft hij ook speelgoed boven. En ik vind het zonde als zeg maar andere kindjes ermee spelen. Ik vind gewoon dat dit echt persoonlijk voor Jordi is. Dus dan ja, komt dit gewoon mooi boven te staan voor hem. Echt super, 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 super lief. Echt, mijn dag is weer goed. Maar ik heb nou net Jordische fruit gemaakt. Peer en mango. Er zitten ook stukjes in. En dan ga ik hem nu geven. Liam ligt nog lekker te slapen in de box. En ja. Dan gaan we maar eens eventjes zorgen dat hij zijn fruitje heeft. Jordi ligt inmiddels in bed. Of dat hij al slaapt, dat weet ik niet. Nee, hij slaapt nog niet. Ik hoorde hem. En kleine Liam, die had ook even mama liefde nodig. Dus daar moest ik even mee gaan liggen. Af en toe is het best frustrerend, niet omdat ik niet van mijn kindjes hou, maar ik moet soms kiezen. En dat is af en toe is dat best wel, ja, ik weet niet, ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar in ieder geval, Jordi die ligt dus in bed en ik geef lekker verder kroelen met hem. En we zijn weer wakker. Het is best al laat. Dus ik heb een lekkere fles koude oranje gemaakt voor hem. Dat hij lekker eventjes wat kan drinken. En het is alweer bijna tijd dat papa thuis komt, hè. Ja. Wat heb je toch lange haren. Ja. Lekker oranje drinken. Hij heeft dorst, zo te zien. Lang geslapen, schat. Vind ik ook niet gek met het warme weer. Maar, hè. Nou. Al mijn kindjes zijn in bad geweest en in de douche. Alleen Niels nog niet, maar ja, dat is gelukkig niet mijn kind. Het was een beetje een drukke avond. Jordi die...
Die wilde nog niet slapen. Die slaapt nu nog niet. Die ligt wel al in zijn bed. Had ook een heerlijk poepie gedaan. Die tegenmoet kwam toen hij de kamer op kwam lopen. En ja. Dat is eigenlijk een beetje wat we gedaan hebben. Gewoon Niels is thuis gekomen. We gegeten. Daarna met kinderen bezig gegaan. En eigenlijk niet meer eraan gedacht om te filmen. En Liam is dan net nog in zijn badje geweest. Het is bijna 11 uur, dus ja, ik ga nog even wat opruimen. Dan krijgt Liam nog zijn laatste flesje. En dan is het ook weer tijd om ons nestje in te duiken. Dus ja, bij deze wil ik deze ups en downs ook afsluiten. Niels ook, want die slaapt al. Ik slaap helemaal niet. Natuurlijk. Ik zou wel kunnen slapen, ja. Hij had zijn ogen al dicht. Maar in ieder geval, ja, de ups en downs gaan we nu afsluiten. En... ja, bedankt voor het kijken en welterusten. Tot de volgende. Tot de volgende keer.